En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Volgens sommigen is de coronapas discriminatie voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Wat vinden bezoekers van de Wiegense Markt daarvan? Ik vind het terecht dat ze niet naar binnen kunnen. Iedereen moet gevaccineerd worden. Er zijn mensen die in de problemen zitten al en het wordt alleen maar groter. Ze hebben die medicijnen uitgevonden om iedereen beter te maken. En mensen die hier niet aan willen meewerken, moeten ze gewoon buitensluiten. Klaar. Ik vind dat de mensen gewoon moeten kunnen doen wat ze zin in hebben. Ik vind als iemand niet gevaccineerd is, dan kan die niet in het vliegtuig, dan kan die niet. En ze moeten mondkapjes dragen. Of laten testen of gewoon inenten, dan ben je over het of vanaf. Ik werk zelf in de zorg en ik vind het dubbel. Discriminatie is onzin. Vind ik wel, want hun kiezen ervoor. Je kan toch andere mensen besmetten en aansteken. Dus ik snap het wel. Maar ik kan de mensen die niet gevaccineerd zijn, kan ik ook begrijpen. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Ze hebben ook een rijbewijs nodig om op de weg te mogen. En daar vraagt niemand om, daar zeurt niemand om. En nou lopen ze te zeuren dat ze een vaccinatiepas moeten hebben. Belachelijk. Er wordt alle moeite gedaan om op een gegeven moment hun de kans te geven om te vaccineren. Ik doe af en toe nog werken. En ik heb 3 collega's, buitenlanders, die niet gevaccineerd zijn. En daardoor moeten we allemaal een masker of een, ja, ons eigen aanpassen. Dus dan word jij ook beperkt? Ik word gediscrimineerd. Ja. Maar mijn schoonmoeder is ook niet gevaccineerd. Ik kom daar niet naartoe. Nee. Die zeggen, ik laat me niet vaccineren. Zeg maar, ik kom niet bij jou op visite. Nee. Ik vind het niet erg, hè. Mijn schoonmoeder is lekker 3 hoog, mooi bovenin. Ik ben er mooi vanaf. Laat gaan, hè. Naar Zuid-Azië of wat dan ook. Dan laat ze vaccineren voor allerlei ziektes. En dan hoor je niemand piepen. Ja. Nou, dan zie ik liever mijn schoonmoeder, 20 jaar niet meer, dan ik hier de bedrijfsstel moet gooien. Toch niet soms? Een prikkie voor een prikkie. Ja.